Momenteel zijn zo'n 60 muzikale talenten uit Bolsward en omgeving druk bezig met de voorbereidingen voor Oliebop op 1 januari. Iedere vrijdagavond wordt er druk geoefend in de muziekboerderij aan de Franekenstraat. Die muzikanten, het is mooi dat je zo'n volle muzikaal talent in je bal zit erom rent. En het is gewoon leuk om elke keer dezelfde mensen weer. En het is gewoon weer een beetje een reunie voor mij eigenlijk. Mensen die zusten eigenlijk, sommige mensen zusten het heel hier net en dan is het weer, hoe is het mooi? En gewoon leuk om ook wat te spelen, ja. En wat voor instrument speel je? Ik ben drummer. En ook jongen of leest dat dan niet voorbij? Ja, hem even blok zetten. Ik kies zelf eigenlijk gewoon jongen dat ik wil een keer wat oors wat jongen wil. En ik ben dan ook wel met jongen, dus ja. Ja, spannend. En de band West My Speeders, dat rent goed. Je bent nog drie keer met elkaar spelen, maar dat gaat wel goed? Ja, het gaat best. Ja, we hebben twee repetities gehad. En ik wil de eerste twee repetities gewoon alle nummers trots spelen. Dat we... moest je een keer hoe het alles gaat en werd om werken we ermee en welke nummers makkelijk gaan en moeilijk gaan. En nu hebben we wat meer tijd voor om de nummers uit te jippen, maar om het meer echt te oefenen. En het gaat al hartstikke goed, ja. En ben je dan ook een beetje wat de leider van de band? Gaat het wat automatisch? Omdat ze zei, ik wil eigenlijk zelf alle trots spelen. Is het iedereen het er maar eens? Het is soms wel moeilijk om... ik maak graag de rust in het hak wat bewaren. Nou, het wordt al gauw een beetje een keeperhak, zeg maar. Af en toe moet je wel eens even je moet de planning voor in de gaten houden. Af en toe moet je wel even een beetje optreden, zeg maar. Jongens, nou het volgende nummer en dat is wel een uitdaging. Ja. Maar het gaat een mooi feest worden op 1 januari. Ja, fantastisch. Ik heb er alles in. Ja. Het is een superleuke sfeer die er is. Elke jongen of elke vreten hier in de muziekboerderij. En dat je dan mooi in on bouwen ons dan live evenement. Ronde I-wisseling, dat is gewoon dat is echt gewoon kicken eigenlijk. Ja. Ja, want dus is dat nou in een band. Dost ernaast ik nog horen dingen in de muziek? Ik doe wel wat losse dingen daarnaast. Ik treed af en toe wel eens op met een brassband of een big band. Maar ik ben ook wel losse projecten. Ik heb nog net echt tijd voor een vaste band daarnaast. Maar ja, zelfs Oliebop, No Trying Man, intensief, dat vind ik wel heel leuk. Dus, En meest ik een paar stikken solo zongen of best de achtergrond backing vocals? Ik doe dit hier solo en ik maak een duet bijvoorbeeld. En achtergrondkoor. Dus beide eigenlijk, ja. We mij waarschijnlijk net te volle verraden over wat voor nummers er binnen. Maar die stout, Dwarmeister en Solo, ben dat ik wel mooie nummers? Ben je tevreden, mooi? Ja, daar ben ik heel erg blij mee, ja. Maar leuke meesken, ik maak als jongen. Dus die nummers, daar heb ik wel zin in.